Wandelen met je gsm of tablet en verschillende klanken ontdekken. Dat is het opzet van de nieuwe klankroutes in Hamond-Achel. Het thema Wereldoorlog 1. Noord-Limburg heeft als grensregio in die periode heel wat tragische gebeurtenissen gekend. Die kan je nu ontdekken via interactieve soundscapes. Hetgeen we vandaag nu voorstellen is een nieuwe klankroute waarbij vier componisten, twee Nederlandse, twee Belgische componisten, zich hebben laten inspireren door de Wereldoorlog 1 problematiek in deze streek. En daarbij hebben zij zich ook laten inspireren door het landschap, door de omgeving. En ze hebben eigenlijk allemaal een compositie gemaakt voor een specifieke plek in Noord-Limburg. Waarbij mensen via een mobiele app zelf de muziek kunnen structureren, zelf al wandelend kunnen remixen, zeg maar. Een van de klankkunstenaars die meewerkt aan dit project is Benjamin van Esser. Er zijn twee grote pijlers waar ik mij daarvoor op heb gebaseerd. Een van de belangrijkste dingen is de dode draad die in deze regio aanwezig was. Een van de plaatsen, dus een van de belangrijke plaatsen van het park, waar je de dode draad kan horen en daar dan ook effectief een muziekstuk rond kan beluisteren. Een andere plek in het park is dan weer eigenlijk een hedendaagse versie van wat oorlog is. Met een knipoog naar spellen zoals Battlefield en dergelijke heb ik eigenlijk een soundscape gemaakt op basis van geweerschoten en dergelijke uit dat spel. Ik probeer de oorlog niet zozeer na te bootsen. Het is eerder de bedoeling om een soort van tegengewicht te geven. Op enkele plaatsen is het karakter eerder vredevol. In totaal zijn er vier klankroutes. Meer informatie vind je op deze website.